Goedendag, bovenste beste luisteraars en van lotje gedikt bij de pakken neer met uw evenzo trouwe lotgenoot in het ruige medialandschap, radio. In deze splinternieuwe aflevering waarvan, waarnaar u thans luistert, wij het een en ander gaan bespreken met een van onze politieke commentatoren, namelijk de psycholoog en collectioneur van spotwitprenten, professor Evito Peron. Dank voor uw komst, professor, en waarover gaan wij het vandaag met u hebben? Dank u. Ik had zo gedacht dat wij wel eens konden babbelen over de transgenerationele traumatologie. Fout. Jammer. Want vandaag gaan wij behandelen de gezindheid van het gemiddeld hedendaags Kamerlid. Dat komt op hetzelfde neer. En u, professor Peron, u heeft daar als deskundige natuurlijk heel veel verstand van, nietwaar? Nou, moet je luisteren. In de psychologie houden wij ons natuurlijk vooral bezig met de toepassingsmogelijkheden, hè? Dus welke door de beoefening van de psychologie verkregen inzichten kunnen de praktijk van het dagelijkse leven vereenvoudigen of verrijken. En de psychologie kan dan ook op ieder mogelijk vlak haar waarde hebben, waaronder ook de politiek. Zo kunnen we bijvoorbeeld bekijken onder welke omstandigheden de psychische gesteldheid van een politicus en zijn electoraat een eventuele bedreiging vormen voor niet zozeer de staatsveiligheid, want dat betekent niet zoveel. En ook niet voor de democratie, waarvoor zo ongeveer hetzelfde geldt, als wel voor de veiligheid en het algehele welbevinden van de gehele bevolking van het land. Maar is dat dan geen psychologie van de koude grond? Niet als het zo heet onder onze voeten dreigt te worden, nietwaar? Dan moet je enigszins pragmatisch zijn en psychologie van het vlakke land bedrijven, hè? Rücksichtsloos de manier waarop je het leven beoefent een beetje bijsturen, aandachtig zijn, opletten. Dat laatste klinkt dan weer als mindfulness. In zekere zin is het dat ook inderdaad, maar hierbij wordt je vooral geacht de horizon van de toekomst naar nadere inspectie te onderwerpen. En alle aspecten van de rozijn hebben hier met alle respect niet enorm veel mee te maken. Nou interessant hoor. Maar ik ben eerlijk gezegd even kwijt waar we het ook alweer over hadden. Ik ook. Maar het was de gezindheid van het gemiddeld hedendaags Kamerlid, als ik me niet vergis. En die bestaat natuurlijk niet meer, aangezien de ideologieën definitief hebben plaatsgemaakt voor de botviering van weliswaar gerelateerde angsten op nog bottere wijze. Geestelijk betrekkelijk gezonden, en dus ook zij die ook maar een beetje zijn losgekomen van hun ouders en eerdere generaties, die ambiëren in de regel geen politieke carrière. En zo gaat het natuurlijk van kwaad tot erger en roept men luide om een herwaardering van een zogenaamde VOC-mentaliteit, waarmede men aantoont de geschiedenis niet te kennen. Hoewel men natuurlijk voor hetzelfde geld de WIC had kunnen noemen, dus in zekere zin had het erger gekund. En waarmede men achteraf natuurlijk het standaard iets anders bedoelt dan het uitgesprokene. En waarmede men inderdaad aantoont dat men het verleden, dat immers slecht gekend is, niet bepaald getranscendeerd heeft, of hoe je het noemen wilt. Potverdikkie zeg. Heeft u nog meer van die leuke voorbeelden? Dan kan ik ondertussen mijn sok even stoppen. Nou, er zit een gaatje in, zie je wel. Nou, er dribbelt daar nog zo'n ander broekenventje rond dat bij hoog en bij laag beweert dat hij niet extreem rechts is, wat dat ook betekenen mogen. Stel je immers voor dat je binnen het heersend dualistisch wereldbeeld wordt vergeleken met iemand die weliswaar vergelijkbare sympathieën heeft, doch overal een synoniem is geworden voor het beest zelf. Huh? Het is wel zo dat men aan de andere kant van de oceaan dat beest dan naar de overzijde van het politieke spectrum bonjourt al naar gelang het uitkomt. Want men is dit en dit en dit en daar mag dat niet mee geassocieerd worden. Dus op welke manier ook, de politieke inhoud wordt met vlakke hand terzijde geschoven en de projectie viert hoogtij. Wat zijn ze bang? Dit gezegd hebbende heeft het individu in kwestie natuurlijk gewoon gelijk. Zo, het gat is gedicht hoor, maar gaat u verder. Dat beest waarover we het zo even hadden bediende zich van veel meer dan slechts wat men nu zou noemen extreemrechtse ideeën. En ontleende daaraan zijn immens succes. Het betreft die eenvoudig al dan niet gewiekste populisten. En als je die als stoute jongetjes in de hoek zet, speel je ze enkel maar in de kaart.
Dan gaan ze gewoon luider grienen en van zich afslaan. Ze zullen graag spinnen bij het slachtofferschap dat wordt aangereikt, aangezien het verondersteld slachtofferschap de gemene deler is van de diversiteit aan kiezers waaruit men kan putten. Het wordt dankbaar aanvaard. Dus dat verdorie ook een in mijn andere sok. Uitgebuit en geprojecteerd op een groep buitenstaanders van welke kunne ook maar van pas komt. Een groep die in sociologische zin misschien niet eens een groep is, doch daar in politieke zin met gretigheid toe wordt gebombardeerd. Ja. Xenofobie, in welke vorm dus ook, is de makkelijkste en snelste vlucht en het heeft op zich weinig met rechts of links te maken. Het hangt er maar net vanaf tot welke groep men behoort of voor welke denkbeelden men ooit is gekozen heeft. Hè. Maar waarover hadden we het eigenlijk? Over de bijzonder gemiddelde gezindheid van het hedendaags Kamerlid, geloof ik. Oh ja, nou, timide. Timide? Op zijn minst. Laf, zieloos, oppervlakkig. Bot, want inhoudloos, mak als een kruppellammetje dat niet weet dat het gladjes naar de slachtbank wordt geleid. Wat een kromme vergelijking is natuurlijk, want ook een kruppellam is niet zo van de ratten besnuffeld, zo volkomen de weg kwijt, en het legt niet zo een pathologisch gebrek aan inlevingsvermogen aan de dag als een gemiddeld hedendaags Kamerlid. Dank u wel. Dank u wel, prof Perron. Wij zijn er weer doorheen. En dank ook aan u, luisteraar, voor het inschakelen. Zeer graag begroeten wij u weer bij de volgende, hopelijk houtsnijdende uitzending van uw lievelingsprogramma Radio.